veteranen van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. Generaal Hemmers, voorzitter van de oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. Meneer de lokale burgemeester van Den Haag en meneer de regimentscommandant, Waarnem regimentscommandant van het garderegiment Fusiliers Prinses Irene. Dames en heren, ik heet u allen van harte welkom op deze dag waarop wij zowel herdenken als vieren. Wij herdenken de slachtoffers van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en we vieren de bevrijding van Den Haag 73 jaar geleden op 8 mei 1945. Generaal Hemmers, mag ik u als voorzitter van de oud-strijdersvereniging van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene het woord geven? Op 5 mei vierden wij de bevrijding. Veel Hagenaars dachten daaraan terug, aan de bevrijding. Hoe was het toen de eerste geallieerde soldaten hier binnenkwamen in Den Haag? Dat herdenken wij vandaag, toen de eerste geallieerde soldaten in 1945 hier in Den Haag binnenkwamen in deze mooie stad. Wij zijn dankbaar dat de gemeente ons heeft uitgenodigd om dit jaarlijks te gedenken. Op enkele dagen na was ons land op die 8e mei 5 jaar bezet door de nazi's. Wij, oud-strijders van de Prinses Irene Brigade, hadden eerder tijdens onze veldtocht vanaf Normandië naar hier ervaren hoe gelukkig mensen zijn als de Duitsers zijn weggedreven. De mensen waren dol van vreugde en dat was een geweldige ervaring voor ons. Maar hier in Den Haag, daar was dat intenser. En niet alleen omdat de Hagenaars in de Prinses Irene Brigade zaten en de Engelandvaarders onder hen een gedeelte van de bezetting aan hun leven hadden ondervonden. Hier was het voor ons allemaal ook het einde van de veldtocht. Wij wisten hoe de Haagse bevolking had geleden onder die bezetting. Wij zagen hoe gedeelten van de stad hadden geleden van het oorlogsgeweld. Hoe de Zuidenhout door bommen was verwoest. Wij zagen hoe de bezetter deze mooie stad had verminkt door zoveel huizen af te breken en er een tankgracht in de plaats te graven. Wij hadden gehoord van de verschrikkingen die de hongerwinter met zich had meegebracht en hoe heldhaftig de bevolking van Den Haag alle verschrikkingen had doorstaan. En van de slachtoffers die dat alles had gekocht. Op die 8e mei kwam hier een einde aan de bezetting en kon Den Haag zich richten op de wederopbouw. De emoties die loskwamen toen men zich realiseerde dat alle ellende tot het verleden ging behoren, zijn nu, na 73 jaar, voor de huidige generatie nauwelijks te begrijpen en voor ons ook moeilijk onder woorden te brengen. Elk jaar, als u ons uitnodigt, samen met u te herdenken hoe dit alles voor Den Haag tot een einde kwam, roept dat weer emoties op. Wij zijn dankbaar voor de inspanningen van de geallieerden om Europa te bevrijden van de bezetters. Wij zijn dankbaar dat wij als onderdeel van de geallieerde legers daarbij een rol mochten vervullen. Wij zijn trots op de wijze waarop het garderegiment Fusiliers Prinses Irene bij haar optreden in NAVO-verband onze tradities heeft voortgezet in het Midden-Oosten, in Azië en Afrika om daar vrede en vrijheid te brengen. Wij hopen dat ons volk zo'n ellende als tijdens die bezettingsjaren voor altijd bespaard zal blijven. Wij gedenken met eerbied en die door oorlogsgeweld die jaren niet hebben overleefd. Als wij nu bij de plaquette bloemen leggen,
denken wij ook met eerbied aan onze makkers die in de oorlog zijn omgekomen en onze toen zo feestelijke intocht niet bij konden wonen. Generaal, hartelijk dank voor uw mooie en ontroerende toespraak. De Band of Liberation is een muziekkorps wat jaarlijks zeer uitgebreid de veteranen en ook het garderegiment Fusiliers Prinses Irene begeleidt op hun tocht, herdenkingstocht naar Normandië. En vanwege dit feit is een van de leden van de Band of Liberation aanwezig. En die zal ook op basis van het feit dat de Prinses Irene Brigade in Groot-Brittannië is opgericht en conform de Britse traditie een koraal, een hymne ten gehoor brengen die regelmatig in Engeland en Groot-Brittannië bij herdenkingen wordt gespeeld. Geef ik nu heel graag het woord aan de lokale burgemeester van de gemeente Schravenhagen, de heer Boudewijn Revers. Beste veteranen en in het bijzonder generaal Hemmes, geachte regimentscommandant en ook beste scouts. Want ik vind het ontzettend goed dat de jongeren uit Den Haag in de vorm van scouting hierbij zijn om ons te helpen, maar ook wat te leren. Dames en heren, vandaag is het exact 73 jaar geleden dat de Prinses Irene Brigade Den Haag bereikte. Het was op een dinsdagavond op 8 mei 1945. En ik citeer een ooggetuigenverslag. En dan, om ongeveer 7:15, is het lang verwachte ogenblik gekomen. Enige motorfietsen rijden de Groenmarkt op en daarop volgen de wagens, vrachtauto's, gevechtswagens, materiaalwagens enzovoort. Maar niet van de Canadezen of de Britten, doch van onze eigen Nederlandse Brigade Prinses Irene. De indruk op het publiek is onbeschrijfelijk. Einde citaat. Ja, dat moet een moment geweest zijn dat niet in woorden te vatten was. Na bijna 5 jaren van bezetting was Den Haag weer vrij. Eindelijk vrij. Den Haag, de stad waar het misdadige naziregime haar hoofdkwartier had gevestigd. Waar hele straten waren gesloopt voor de Duitse verdedigingswerken. Ruim 15.000 inwoners van onze stad waren omgekomen in de jaren 40-45. Zij sneuvelden bij de verdediging van Den Haag in mei 1940. Ze kwamen in verzet tegen de dictatuur, werden gepakt en moesten dat met de dood bekopen. Ze verloren het leven door bommen en raketten. Ze kwamen in de laatste oorlogswinter om van de honger of stierven in dwangarbeiderskampen in Duitsland. Van de 15.000 Hagenaars die de Tweede Wereldoorlog niet overleefden, waren er zo'n 12.000 Joods. Nagenoeg de hele Joodse gemeenschap toen de Tweede naar Amsterdam was in koele bloeden uitgemoord. Die lange nachtmerrie was op 8 mei 1945 definitief ten einde. De mannen van de Prinses Irene Brigade viel de eer te beurt om als eerste geallieerde eenheid onze stad binnen te trekken. En u, de veteranen van de Prinses Irene Brigade, bezegelde 73 jaar geleden de vrede in onze stad. De brigade had dan ook geen betere naam kunnen krijgen dan die van Irene, zij die vrede brengt. En ik beschouw het als een enorme eer dat u hier nog steeds aanwezig kunt zijn. Wij kijken vandaag echter niet alleen terug. Den Haag is, zoals u weet, de internationale stad van vrede en recht. En de Nederlandse militairen van nu vervullen een belangrijke rol in internationale vredesmissies. En zo staat het ook in onze grondwet. Onze mannen en vrouwen zetten zich met hart en ziel in
onder vaak grote gevaren voor een veiligere en rechtvaardigere wereld. En daarom verdienen ook zij onze onvoorwaardelijke steun. En wij voelen ons met hen verbonden, zoals wij ons ook verbonden voelen met de veteranen van de Prinses Irene Brigade. En hen voor altijd dankbaar blijven. De 73 jaar vrede en vrijheid die wij nu ervaren, danken we aan hen. Zij brachten ons immers vrede. Mag ik dan nu de generaal Hemmers en de waarnemend regimentscommandant van het garderegiment Fusselier Prinses Irene verzoeken om de eerste krans te leggen. En die zal worden aangereikt door scouting, de scoutinggroep Rustenburg. En mag ik dan nu de lokale burgemeester van de gemeente Den Haag vragen om de tweede krans te leggen. De trompetist van de Band of Liberation zal nu het tattoo-signaal ten gehoor brengen. En ik verzoek u daarna 1 minuut stilte in acht te nemen. En we besluiten deze bijeenkomst met het zingen van het Wilhelmus. Muziek, tattoo. Thank you.
dames en heren, generaal Hemmers, lokale burgemeester Boudewijn Revers. Hiermee is een einde gekomen aan deze bijeenkomst. Ik nodig oudstrijders gaarne uit voor de volgende ontvangst na afloop hier in de Assendelftkapel. Dank u wel allemaal voor uw aanwezigheid. Daar hoort u dus. Ja, dat is waar. Ja, maar. Nee. Ik denk dat hij er binnen zit. Ja, maar. 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 Ja, maar.